Welkom in de wereld van Griekemans. Het is juli 2020, in het midden van de coronacrisis. Op dit moment worden er steeds weer nieuwe gebieden in Europa rood gekleurd of oranje. We bevinden ons in een nogal eigenaardige fase van deze coronacrisis. Het leek heel even alsof het voorbij was, maar nu is het wel duidelijk dat het slechts het einde van het begin is. En de vraag stelt zich dan ook wat nu de eigenlijke geopolitieke gevolgen zijn geweest van deze coronacrisis. Wel eigenlijk, we zijn nu 6 maanden bezig ongeveer, is het nog altijd te vroeg om daar enig duidelijk antwoord op te geven. Wel is voor mij duidelijk dat die coronacrisis een soort van turbo is op de eigenlijke geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Dat betekent dat China tracht op te komen en tracht ook deze coronacrisis te gebruiken om haar eigen autoritair model en de performantie van dat model te verdedigen. Maar ik denk nu een aantal maanden later, na al die mondkapjes en coronadiplomatie van China, kunnen we vaststellen dat de boemerang toch in zekere mate terugkomt en dat er in Europa een debat nu op gang is over soevereiniteit en solidariteit. En dat betekent ook voor een stuk het herzien van de handelsrelatie met China. We moeten opnieuw zelfvoorzienend zijn in een aantal cruciale medische sectoren, maar ook onze andere aanvoerlijnen die moeten herzien worden. Ten tweede, America first. En daar zien we heel duidelijk dat de situatie met de Verenigde Staten niet zo gunstig is. De Verenigde Staten kiest vooral voor zichzelf onder Trump. Het lijkt wel de macht van de sterkste. En dus dat betekent ook weer opnieuw dat we na deze coronacrisis onze relaties met de Verenigde Staten fundamenteel zullen moeten herzien. We merken ook veel instabiliteit en ongelijkheid die toeneemt. En het zijn vooral de armsten die disproportioneel gevat worden door deze coronacrisis. Eigenlijk is het een asymmetrische crisis. En ook voor ons geldt dat binnen onze eigen maatschappij. Het lijkt nu heel even met de tijdelijke werkloosheid alsof we minder geraakt zijn. Maar des te harder zal die crisis terugkomen na de zomer met wellicht duizenden faillissementen. En dan is natuurlijk ook het vraagstuk, op het einde van deze maand zou er een Europees herstelpakket moeten komen. De vraag is dan, wie gaan we redden uiteindelijk en welke delen van de economie? En dat is toch wel, denk ik, het antwoord dat we voor een stuk moeten anticiperen op de klimaatcrisis en net die delen van de economie moeten gaan redden die meer klimaatbestendig zijn en niet zozeer die elementen van de oude fossiele economie. Maar hier niet ver van vandaan, hier in Antwerpen, staat de petrochemische cluster, de tweede ter wereld. Ook die zal last ondervinden van die coronacrisis. Gaan we die dan redden, al dan niet? Dus er zijn toch wel een aantal heel belangrijke vragen die we gaan moeten stellen. Kortom, de coronacrisis is niet voorbij. We bevinden ons ergens tussen het einde van het begin en het volgende hoofdstuk. Ik hoop voor u dat u het goed stelt, dat het goed gaat met uw gezondheid, ook economisch. En we zullen natuurlijk dit dossier verder blijven opvolgen in de komende weken en maanden. En als er nieuwe zaken te rapporteren vallen, dan laat ik u dat weten. Het allerbeste en nog een goede zomer gewenst, gezien de omstandigheden. Dag. Yeah.